Het is belangrijk dat ook militairen kennis opdoen over de natuurdiversiteit en cultuurdiversiteit van Suriname bij het uitoefenen van hun taken. In dat kader hebben de schrijvers van het boek Land of Diversity vandaag het drukwerk gepresenteerd aan militairen bij het Instituut voor Defensieopleiding IDO. Het boek is een product van Open Campus Lecture Series, een gezamenlijk initiatief van Green Heritage Fund, Anton de Kom Universiteit en Graphic Design by Chatlat. Coördinator van Open Campus Lecture Series, Jack Menke, benadrukte dat diversiteit een belangrijke rol speelt bij ontwikkeling. Die ontwikkelingspotentie van Suriname, daar is er een verbondenheid van natuurdiversiteit en culturele diversiteit. Dit wordt heel vaak vergeten. Heel vaak. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie meent dat het boek niet alleen voor kennisverrijking moet dienen, maar ook een stimulans moet zijn voor de militairen om meer te gaan lezen en te schrijven. De Command en Staf is ons hoogste opleiding binnen Defensie. Het is het strategisch leiderschap. En leiderschap, onderdeel van leiderschap, is kunnen dealen met diversiteit. We zijn niet hetzelfde. Het is niet uniform. Mensen zijn verschillend. Ze hebben verschillende achtergronden. Ze zijn opgevoed anders. Ze hebben andere overtuigingen meegenomen. Ze hebben zoveel andere dingen. En de kunst is om samen te werken met deze mensen. De kunst is om je doelen te realiseren met die diversiteit die je hebt. Minister Mathura drukte de militairen op het hart het boek Land of Diversity te lezen en de kennis toe te passen in hun werk.